Er zijn een aantal dingen waar ons vaderland goed in is: baggeren, zeeslepen, havenaanleg, dijken, uh, het restaureren van oude huizen, het ontbreken of in ieder geval op een laag pitje staan van nationalistische en racistische gevoelens, verdraagzaamheid, jegens afwijkend gedrag en nog zo'n paar dingen. Maar er zijn ook gebieden waar Nederland achter ligt bij bijvoorbeeld Amerika. En soms weet men dat in ons land zelf niet. Een van die gebieden is de journalistiek. Ik merkte dat toen ik voor het eerst in Amerika kwam in 1954. Ik was toen medewerker aan een encyclopedie en ik had toen net een trefwoord Wyszynski gemaakt. Niet de Poolse kardinaal, maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Aan dat trefwoord had ik een week of wat gewerkt, want sommige dingen waren erg moeilijk te vinden. Nauwelijks was ik in New York of Wyszynski ging dood in New York. Ik kocht toen een populaire krant, de New York Post, en daar vond ik het overlijdensbericht van Wyszynski. Wie schetst mijn verbazing toen ik merkte dat alles wat in die kranten over Wyszynski vermeld stond, klopte als een bus? Ik had geen Nederlandse krant bij de hand, maar ik wist wel zeker dat de Nederlandse berichten over het overlijden van Wyszynski allerlei onjuistheden en onnauwkeurigheden zouden bevatten. Later is er nog eens een voorval geweest dat diepe indruk op me gemaakt heeft. Dat was in 1967, toen was ik in Moskou op het kantoor van het Amerikaanse persbureau United Press. Er kwam een jonge man op me toe van een jaar of dertig die zich voorstelde, het was een Karadees en die was de vorige dag in Moskou aangekomen. Tot nu toe had hij gewerkt ook als correspondent van United Press in Joegoslavië. En nu was hij overgeplaatst naar Moskou. Hij kende geen woord Russisch. United Press had, net als alle andere grote persbureaus, Russische vertalers in dienst die de Russische kranten lazen en daar dingen uit vertaalden waarvan ze dachten dat ze voor de buitenlandse pers van belang waren. Ik stond met die Canadees te praten en net kwam het laatste nummer binnen van de Izvestia, de Russische regeringskrant. Die Russische vertaler las het hoofdartikel, streepte een paar dingen aan, vertaalde die voor die Canadees. De Canadees stelde een paar vragen en die ging toen achter de Telex zitten en maakte een bericht dat enkele ogenblikken later op alle UPI-kantoren ter wereld uit de Telex rolde. Ik las dat Telex-bericht en ik las ook het hoofdartikel in de Izvestia waar dat bericht over ging en alles klopte precies. Hier had dus iemand die geen Russisch kende en waarschijnlijk niets van Rusland afwist, met behulp van een vertaler een bericht gemaakt over een hoofdartikel in een hem volkomen onbekende krant. En dat bericht klopte tot in de kleinste details. Voor mij als Nederlander was dat een soort wonder. In een Nederlands bericht over Rusland staat altijd wel een verkeerd gespelde naam, een verkeerd jaartal, een feit onjuist weergegeven, een vertaalfout. Nadat ik een jaar in Moskou had gewoond en daar nogal wat contacten had gehad met Russische dissidenten, kwam ik terug naar Nederland. Ik wilde op de hoogte blijven van wat er met mijn Russische vrienden gebeurde. De Nederlandse pers bracht wel berichten over die dissidenten en uit de verbasterde namen kon ik ook wel opmaken over wie het ging, maar verder waren die berichten soms uiterst verward. Gevangenisstraf, concentratiekampen en verbanning, drie heel verschillende straffen, werden bijvoorbeeld steeds door elkaar gehaald. Er zat voor mij dus niets anders op dan een abonnement te nemen op de International Herald Tribune. En ik ben nog steeds geabonneerd. En nog steeds merk ik als ik de Herald lees hoe onnauwkeurig de Nederlandse pers vaak is. In de NRC werd een paar dagen geleden de naam van de afgetreden Franse president Giscard d'Estaing verkeerd gespeld. Ik geloof niet dat die naam ooit verkeerd gespeld is in de New York Times of in de Washington Post. Hoewel er op de redactie van de NRC meer mensen zitten die Frans kennen dan op zo'n Amerikaanse redactie. Iedere keer als ik zoiets zie, en dat gebeurt me regelmatig, voel ik de neiging opkomen om een knipselverzameling aan te leggen. Maar ik kom daar nooit toe. Het laatste knipsel uit die niet bestaande verzameling is een bericht uit de Volkskrant over de nieuwe Franse regering. In die regering zitten communisten. De Volkskrant schrijft, de aanwezigheid van communisten in het nieuwe kabinet is een primeur voor de westerse wereld. Dat is natuurlijk niet juist. Het is geen primeur. Vlak na de Tweede Wereldoorlog zaten er ook communisten in het Franse kabinet. Neem je dan de Herald Tribune van dezelfde dag, dan lees je daar geheel naar waarheid dat Frankrijk het eerste grote westerse land is met communistische ministers sinds vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dan heeft de Volstrand op pagina 5 wel een uitvoerige beschouwing over deze zaak. En daar staat dan heel correct in dat we te doen hebben met de eerste communistische ministers in Frankrijk sinds 1947. Maar het bericht op de voorpagina was onjuist. Een Amerikaanse krant zou zoiets niet gauw gebeuren. Bij een Nederlandse krant zijn zulke soorten onnauwkeurigheden heel gewoon. En als je er iets van zegt, word je voor een pietlut gehouden.